de baby schopt. Waar voel je het dan? Hier. Dit ben ik, Mari. Ik ben 4 jaar oud en ik woon in Stockholm. Dat ligt in Zweden. Binnenkort krijg ik een zusje. Maar voor het zover is, wil ik de wereld eerst een stukje mooier maken. Ik wil dat mijn zusje in de schone wereld geboren wordt. Daarom trek ik mijn mooiste kleren aan. Ik begin in onze eigen keuken. Deze flessen moet ik allemaal recyclen. Een bulletje? Recyclen dat je afval in de juiste bak weggooit. Dus plastic bij plastic. En glas bij glas. Papier kun je ook recyclen. Zo. Mama, we kunnen gaan. Het is heel belangrijk om goed voor de natuur te zorgen. En omdat mijn zusje er bijna is, wil ik graag dat zij ook van de mooie natuur kan genieten. We zijn er! Papier moet in de papierbak. Die ook. Karton of glas moet in de andere bak. Je mag nooit afval op straat gooien. Dat is heel slecht voor de natuur. Het is gelukt hoor, mam. Nu alleen de plastic flessen nog. Die breng ik terug naar de supermarkt. Als je de flessen terugbrengt naar de supermarkt, krijg je er geld voor. Want dat geld kan ik dan wel wat lekkers kopen. Je moet de bommetjes goed bewaren. De machine wil niet alle flessen hebben. Nee. Dan doen we die hierin. Ik verzamel alle bommetjes. Er zijn er echt veel. En nu mag ik wat lekkers uitzoeken. Visjes zijn lekker. De bommetjes zijn geld waard. Daar kan ik mijn snoepjes mee betalen. Yes! Tot later, Maggie. Later!
Mam, zullen we de snoepjes samen opeten? Goed idee. Ik word er heel blij van om de wereld een stukje mooier te maken.